Dames en heren, jongens en meisjes, wat vet dat jullie kijken naar mijn bebloede puist. Ja, het spijt me jongens dat jullie hier naar moeten kijken, maar het is even niet anders. Ik ben ook gewoon een mens en ik zie er soms ook echt verschrikkelijk uit, meestal, ja. Ik zie de laatste tijd op YouTube echt zo'n trend ontstaan, die tierlist trends. En ik wilde hier niet aan meedoen, totdat er heel veel kijkers tegen me zeiden van, joh Harm, jij moet het ook doen, maar dan met bier. Wat dit simpelweg inhoudt is dat ik allemaal biertjes moet beoordelen, of ik ze lekker vind, hè, de prijs-kwaliteit verhouding, en gewoon het merk in het algemeen, en dan moet ik ze gaan labelen met een tier. Je hebt een S-tier, je hebt een A-tier, een B, bla bla bla, tot F. S is natuurlijk het beste, F is het slechtste. En ik moet dus al die biertjes beoordelen. Ik ben er natuurlijk een wereldster in. Nee, maar serieus, het feit dat ik grappen maak over bier zegt nog niet dat ik een expert ben in bier. Ik weet dat sommige biertjes misschien kruiderig zijn en andere zijn wat milder. Maar verder kan ik ze bijna niet onderscheiden. Ik heb er een hele video aan gewijd, ja. Dus ja, dit gaat best wel moeilijk worden, maar we gaan het toch proberen. Klik op het duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal, want ik heb bijna 600. Laten we beginnen met onze grote vriend Heineken. Ja, hier gaat het natuurlijk om een prachtig flesje. Een heel bekend merk over de hele wereld. En daarom krijgt het al gewoon een hoge rating. Gewoon omdat het over de hele wereld gaat. Je ziet mensen Heineken in elk land drinken. En daar ben ik trots op. Het is Nederlands, dus daar ben ik trots op. En het is gewoon een lekker biertje. Ja, het is wel een beetje aan de dure kant. Het is zeker niet het goedkoopste biertje. Maar weet je wat, jongens? Ik ga deze toch even één dikke S-tier rating, hoor. Ja, gelijk een S-tier geven. Zo, die staat op zijn plek. Dan gaan we door naar Warsteiner. Ja, dit drink ik niet super vaak. Ik vind het ook wat minder. Ik vind het biertje altijd best wel bitter. Dus ja, ik vind het een beetje een matig biertje. En daarnaast is het ook niet super goedkoop bier. Ik vind dit een beetje matig, jongens. Ik zet deze op D. Er kijken trouwens waarschijnlijk zoveel mensen die minderjarig zijn en die nog geen bier mogen drinken. Dus die echt totaal niet mee kunnen praten. Het spijt me, jongens, maar het is toch gewoon leuk zo'n video. Dan gaan we door met pitbier. Dit heb ik geloof ik echt maar één keer gehad of zo. Dus ik kan eigenlijk niet echt iets zeggen hierover. Ja, het is wel wat goedkoper, geloof ik. En het smaakt oké. Dus ik zet het op een C-tier, jongens. Zo, die staat perfect. Oké, het lijstje ziet er tot nu toe wel leuk uit. We gaan door naar de volgende. Schultenbrouw. Ja hoor, het Duitse biertje. Dit is echt zo verschrikkelijk ranzig. Nee, het valt wel mee. Het is wel een beetje waterig. En het zit in van die blikken, weet je wel. Misschien staan er ook wel flesjes, dat weet ik niet. Maar het is echt spotgoedkoop. En daarom is het gewoon top, jongens. Het is gewoon top. Als je gewoon geen geld hebt en je wil gewoon wel bier drinken, dan is het gewoon prima. De prijskwaliteit is gewoon prima. Dus weet je wat, Schultenbrouw, het proeft op zich dan wel oké. En het is spotgoedkoop. We zetten hem lekker op een beetje, hoor. We gaan door met palmbier. Dit heb ik ook niet vaak gedronken. Dus ik kan hier eigenlijk ook geen uitspraak over doen. Maar ik ga het toch lekker doen. Palmbier, wat moeten we hier eens over zeggen, jongens? Is ook best wel mild bier vaak. En het is een beetje overpriced. Ik weet, ik heb het niet zo met palm. Weet je wat? Ik ga palm gewoon... ik twijfel. Ja, weet je wat? Ik ga palm gewoon een E geven, jongens. Ik vind het niet echt super, hoor. Ik vind het niet echt super. Dan de volgende, Kordaat bier. Ja, dit is bier wat de laatste paar jaren volgens mij best wel populair is geworden. Het komt natuurlijk bij de Lidl vandaan. Het is ook spotgoedkoop. Een kratje kost 8 euro of zo. Dat is helemaal top. En het bier smaakt gewoon prima. Het is gewoon prima bier. Het kan ermee door. Het is niet het beste bier, maar prijskwaliteit is absoluut top. En nu zit ik te twijfelen tussen een B en een A. Het is geen S-tier waard, dat sowieso niet. Maar ik ga het wel lekker gewoon even een B'tje geven, hoor. Ik heb het ook niet super vaak gedronken, dus ik heb ook niet zoveel recht om hierover te spreken. Maar ik ga het toch weer doen. Ik zet hem lekker op de B, jongens. Oh ja, doe trouwens ondertussen in de comments ook even lekker mee als je ooit bier hebt gedronken. Ik stimuleer niemand om bier te drinken, maar als je ooit bier hebt gedronken, doe even lekker mee. Hoe reed jij al deze biertjes? Jupiler, jongens. Oh, Jupiler. Oh, dit is zo lekker. Ik vind Jupiler echt fucking lekker bier. Maar Jupiler zit in hele kleine flesjes en is best wel heel erg duur. Dus ik twijfel heel erg. Ik denk dat de prijs-kwaliteit verhouding niet echt super top is, want het is super duur en het is in kleine flesjes. Dus dat is heel erg jammer. Je moet steeds heel veel flesjes pakken. Dus ik denk dat ik Jupiler toch een A-rating ga geven, hoor. Niet een S. Het is net geen S waard. Zo, we zetten hem lekker op de A, jongens. Helemaal top. Dan Hertog Jan. Ik vind dit echt no joke het beste bier in Nederland. Of op aarde. Dus mooi je het wil zeggen. En het is gewoon een beetje hetzelfde als Heineken. Maar ik vind het net wat lekkerder dan Heineken. Wow, ik vind het net lekkerder dan Heineken. Oh, wow, de discussie. Wat is lekkerder? Ah. Ja. Nou, ik ga hem een S-tier geven, jongens. Hertog Jan verdient het. Hoppakee, we zetten hem hier lekker neer. Dan naar de volgende. Grosch. Grosch zie je ook echt over de hele wereld, trouwens. Het is echt bizar. Hertog Jan, dat gaat echt niet verder dan Nederland, volgens mij. In Duitsland misschien. Dat zie ik echt nooit in andere landen. Maar Grosch en Heineken, dat zie je echt over de hele wereld. En daarnaast vind ik die beugels van Grosch echt...
top, top. Dus als je naar de bios gaat en je bent 18 plus, haal die beugeltjes, want die zijn echt top, jongen. Ja, ik ga deze, ik weet niet hoor, ik ga deze een A'tje geven, want normaal drink ik grols niet superveel. Ik ga deze lekker een A'tje geven hoor. Hoppakee, we gaan door naar Desperados. Ja, dit is niet echt bier, het is dat Mexicaanse bier, hetzelfde als Corona. Ik heb ze er toch tussen gezet. Ik weet niet waarom, ik wilde gewoon wat opvulling hebben. Het is in ieder geval heel erg bekend en je ziet het overal wel in Nederland. Dus vandaar dat ik het al op dit lijstje heb gegooid. Maar Desperados, ja, dit is een moeilijke, want Corona's is bijna hetzelfde. Het is beide Mexicaans, alleen zit wel wat smaakverschil in. En ik weet ook niet precies welke duurder is. Dus ze zijn beide sowieso heel erg duur. Dus dat is wel heel erg jammer, jongens. Het is heel erg jammer dat het zo duur is. Eentje op zijn tijd is wel lekker, maar meerdere Desperados drinken. Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Dat vind ik ook minder. Dus weet je wat, ik ga Desperados gewoon een B-tiertje geven hoor. Een B-tiertje, ja hoor. Dan jongens, de beruchte klok. En ik zie nu dat het een flesje is. Maar klok jongens, klokjes moet je altijd in blikjes drinken. Van die halve litertjes, weet je wel. En onthou wel, hè, op kamertemperatuur. Als je klokje koud is geworden, moet je hem even warm maken. Want klokbier moet je gewoon op kamertemperatuur drinken. Dat is een feit. Dat moet je echt een keer proberen. Het is super lekker. En alleen dus blikken doen, hè. Klokbier, ja jongens. Dit is ook weer spotgoedkoop bier. En het smaakt op zich wel prima. Als het op kamertemperatuur is natuurlijk. Dus weet je wat, een klokbiertje. We gaan deze gewoon lekker een S. Nee. Voor de memes wil ik klok wel gewoon een S rating geven hoor. Ja, ik weet het, ik twijfel wel hoor. Het is eigenlijk niet te suipen jongens. Maar omdat het zo spotgoedkoop is en om de memes, ik zet hem lekker bij de S neer. Gewoon bij Heineken en Hertogjan en bam, de klok ertussen. Oké, dit is de enige troll, maakt niet uit. Corona, ja, Corona is iets minder lekker. Het is iets zuurder, iets bitterder. Dus ik ga deze gewoon wat lager zetten hoor, dan de Desperados. En ze zijn daarnaast ook super duur. Er moet altijd ook een citroentje in, dus dat moet je niet vergeten. Ja, ik vind Corona's eigenlijk best wel matig nu ik erover nadenk. Ik heb liever een Desperado. Dus ik zet deze lekker op een D neer, jongens. We hebben nog niet echt ranzig bier gehad, trouwens. Want ik heb nog geen F-tientje. Dan gaan we naar Brand. Oké, Brand. Dit heb ik ook nog niet vaak gehad. Echt 1 of 2 keer. En het is, ja, het is, dit vind ik matig. Ik vind het gewoon heel erg matig. Het is ook niet super goedkoop, volgens mij. En het is niet echt te suipen. Dus weet je wat, ik geef deze gewoon een E-rating, jongens. Ik heb hier ook verder niet echt een uitspraak over. Want ik heb het echt niet vaak gedronken. Dan Bavaria, de volgende. Ja, dit is gewoon niet lekker. Ja, sorry hoor, ik vind het niet lekker. Je hebt ook een 0.0 Bavaria. Die is ook hartstikke ranzig. Een Amstel 0.0 is veel lekkerder, maar de Bavaria 0.0 is gewoon niet te zuipen, vind ik. Dus deze ga ik lekker een F-tier geven. En dat is niet omdat ik F-tier nog geen rating had gegeven, maar dit vind ik echt een F-tier waard. Dit is gewoon niet lekker, jongens. En dat is een feit. Dat is geen mening. Nee, dat is een feit. Oeh, we hebben nog 2 te gaan, jongens. We hebben Amstel en Alfa. Oké, eerst Amstel bier. Ja. Dit is lastig, hoor. Heel veel mensen zouden deze een S-tier geven, denk ik. Maar het is wel een beetje de discussie. Als je Heineken lekker vindt, vind je Amstel vaak niet lekker of andersom, bla. Nou, ik zeg je heel eerlijk, ik vind het beide op zich wel te zuipen. Het is wel te doen. Alleen, ik heb wel liever een Hertogjan of een Heineken dan een Amstel. Maar als een Amstel voor me wordt volgeschoteld, vind ik het ook vaak prima. Weet je wat, ik ga deze gewoon een B-tier geven. Het is gewoon prima. Het is ook niet het goedkoopste. De 0.0 is lekker. Dus ja, ik zet hem gewoon lekker op de B neer. En dan de allerlaatste Alfa bier, jongens. Ja, dit is sowieso underrated. Alfa bier is super lekker. Ik denk dat heel veel van jullie dit niet eens kennen. Maar het is echt kapot lekker. Het heeft een goede smaak. Niet te bitter. Ook niet te mild. Wel een beetje aan de milde kant, vind ik zelf. Het is vaak in de aanbieding. Dus ja, je kan het lekker goedkoop kopen. Het is ook niet echt het A-merk, zeg maar. Het is wel een beetje een B-merkje. Ook niet helemaal weer. Het zit een beetje tussenin, maar het is hartstikke lekker. Eigenlijk wil ik deze gewoon een S-tier geven. Ja, weet je wat? Ik ga deze gewoon een S-tier geven, jongens. Deze gaat gewoon lekker bovenaan. Ja, en dit zegt al gewoon, jongens, dat ik heel veel S-tiertjes heb. Dus dat zegt wel gewoon dat ik gewoon bier lekker vind in het algemeen. Dit is dus het totale plaatje voor mij. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. Hoe hebben jullie dit ingedeeld? Laat het even weten. Je mag ook gewoon laten weten van, joh, Aram Bavaria is bijvoorbeeld hartstikke lekker. Die had ik op S gezet. Wat ben jij van een klootzak? Bla, weet ik veel. Laat het gewoon even weten. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga heel veel comments doornemen. Maar in ieder geval veel S-tiertjes. De A-tiertjes, oké, ja, het zijn 2. Dan lekker wat B-tiertjes. 1 C-tiertje. Pitbier. Eigenlijk, ja, pitbier. Ik kan hem eigenlijk wat lager zetten, hoor. Ik weet het niet. Dan een D-tiertje natuurlijk. Een E-tier en een F-tier. Ja, oké. Het ziet er best wel netjes uit. Ik ben hier wel tevreden mee. Dat is een mooi overzicht. Goed, dit is waarschijnlijk de enige tierlist video die ik ga maken. Of jullie moeten nog hele vet ideeën hebben. Als je een heel vet idee hebt wat ik moet gaan raten, laat het dan zeker even weten in de comments. En abonneer eens op mijn kanaal, jongens. Zou ik heel erg waarderen. Ik ga weer wat doen met mijn leven. Want bier raten, ja, het is hartstikke leuk. Maar er moet ook gewerkt worden. Er moet ook geld verdiend worden. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Dikke doei. En dikke later.